Natasha Harlequin ziet zichzelf als het moreel kompas van shownieuws. Als een soort strenge lerares zit ze aan de desk te wachten tot ze een tik op de vingers kan uitdelen aan een van haar collega's. Gisteren greep ze in toen het over Lil Kleine ging, de tuigrapper die 's middags was veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor zinloos geweld. Het is voor Natasha vooral heel belangrijk dat niemand in ons land Lil Kleine als dader ziet, want nu er een hoger beroep aankomt is hij voorlopig gewoon nog verdachte, benadrukt de advocate. Ja, hij gaat in hoger beroep. Hij heeft tijdens de zitting heel duidelijk laten weten via zijn advocaat dat hij alles ontkent en niemand heeft mishandeld. Ze vervolgt, als je dat zegt maakt het eigenlijk niet uit wat de straf is, want jij zegt, ik heb het niet gedaan en ik ben het er gewoon niet mee eens. Dat is zijn recht ook. Hij heeft 14 dagen om dat hoger beroep in te stellen. Vervolgens gaat het er aan de shownieuwsdesk over dat Lil Kleine een reactie heeft achtergelaten onder een NOS-artikel over zijn veroordeling. Album voor tweede week op 1BTW, aldus de rapper, waarmee hij zijn vermeende slachtoffer nog eens extra in het gezicht spuugt. Niet chic, vonden ze dat aan de desk. Oh, dat mag je ook al niet zeggen van juffrouw Harlequin. Ja, wat hier weer van belang is, en ik noem het weer, omdat het gewoon zo is, is dat hij gewoon verdachte is en we zullen zien hoe het verder verloopt. Zo'n ubercorrecte houding, maar ondertussen wel in een programma zitten over het kapsel van Rintje Ritsma en de hond van Rogier Smit, waarin en passant ook nog eens ongefundeerde roddels worden verspreid over het vermeende slachtoffer van Marco Borsato. Het werkt bij collega Bart Ettekoven op de lachspieren. Natasha reageert woest als Bart begint te gniffelen. Ze deelt nog net geen strafregels uit aan haar collega. Ja, waarom? Nee, wacht even. Waarom moet je daarom lachen, stijgert ze. Bart, omdat jij het altijd opneemt voor. Natasha boos, nee. En dat is ook wat ik heel duidelijk wil aangeven, ik neem het voor niemand op. Ik ben hier als strafrechtdeskundige, ik zeg gewoon wat er staat in de wet, het is ook niet mijn persoonlijke mening en hij is verdachte. Dat is gewoon hoe het is. Ik kan er ook niets anders van maken. Ah, dus als er aan tafel wordt geroepen dat Lil Kleine niet chic is, moet zij inbreken met haar belerende toga-verhaaltje dat Lil Kleine nog steeds verdachte is? Kan die vrouw een toontje lager zingen? Patty, nee, maar wacht heel even. Wacht heel even. Als de NOS op hun social media zegt wat er aan de hand is en dat je dan daar moet reageren met, by the way, ik sta nog wel op nummer 1. Doe dat dan op je eigen social media. Bart, het is gewoon een heel vervelend ettertje, maar goed, laten we lekker doorgaan. We hebben het alweer veel te lang over dit misbaksel. Natasha, spiekende op haar moreel kompas, waarom misbaksel? Pauperkabouter dan? Wel goed. Nee, ook daar knikt Natasha afkeurend bij. Doodvermoeiend.